Feit. Feit of fictie? Ja, Lammert, dit keer gaat het over vrouwenrechten. Ja, de Italiaanse film Er is altijd nog morgen in het Italiaans. Dat kun jij beter zeggen, Rans. Ja, ik ben ermee bezig, maar ik slaaf over. Ancora domani, zoiets. Hè, ja, gaat over de macho-cultuur en geweld tegen vrouwen. De film is in veel landen al een enorm succes. Regisseur Paola Cortellesi stelde een... ik begin nu overal aan te twijfelen. Ik durf je ook niet te gaan verbeteren. Want ja, dan wordt het alleen maar erger misschien. Moet je toch weten met een Italiaanse man. Doe het gewoon zoals jij het voelt. Ja, precies. Nou, ze stelde een aantal dagen terug in NRC, dat mijn film ook aanslaat buiten Italië, toont dat vrouwenrechten nergens definitief verworven zijn. Nee, dat zei ze inderdaad. Hè. Vrouwenrechten zijn nergens echt verworven. Klopt dat? Nou, dat gaan we natuurlijk uitzoeken. René Rumkes is emeritus hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam. En die legt uit wat vrouwenrechten zijn. Vrouwenrechten zijn rechten die in elk geval belangen van vrouwen raken. Dat kunnen heel specifieke rechten zijn die heel specifiek voor vrouwen gelden. Denk bijvoorbeeld aan abortus. Maar het kunnen ook algemene mensenrechten zijn die voor vrouwen een specifieke betekenis krijgen omdat die onder druk komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan het recht op leven. Dat is een fundamenteel mensenrecht, maar dat wordt in de sfeer van huiselijk geweld specifiek onder druk staan omdat vrouwen juist in die huiselijke sfeer vaker slachtoffer worden van moord en doodslag. Oké, en zijn die rechten ergens vastgelegd? Ja, absoluut. Op twee plekken zelfs, zegt Linda Briek, jurist bij bureau Clara Wichman. Je hebt internationaal gezien in ieder geval twee verdragen die specifiek op de rechten van vrouwen en meisjes toegespitst zijn. Aan de ene kant heb je het CEDAW-verdrag, het VN-vrouwenverdrag. En dat ziet op de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen. En je hebt het verdrag van Istanbul van de Raad van Europa. En dat ziet eigenlijk op het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Hoe doet Nederland het als je kijkt naar die rechten? Nou, niet goed genoeg, zegt Mara Jurks, hoogleraar sociaal beleid aan de Universiteit Utrecht. Ook al zijn rechten verworven, hè, dat vrouwen bijvoorbeeld in de wet gelijk zijn ten opzichte van mannen, wil dat niet zeggen dat er in de praktijk geen ongelijkheid wordt ervaren. Wij zien bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt dat mannen wat vaker betaald werk verrichten, dat zij daar meer gewaardeerd worden, dat vrouwen vaak meer onbetaald werk, zorgtaken en huishoudelijke taken verrichten. Maar je kunt het bijvoorbeeld ook zien op andere terreinen zoals huiselijk geweld, maar ook deels in het onderwijs. En zelfs al is een recht vastgelegd, biedt dat absoluut geen garantie, zegt jurist Briek. Dat zien wij bijvoorbeeld ook op het gebied van psychologisch geweld. Nederland zou op basis van het verdrag van Istanbul dat strafbaar moeten stellen. Maar als je eigenlijk kijkt naar onze wetgeving, zie je dat psychologisch geweld als zodanig niet is strafbaar gesteld. En ook het College van de Rechten van de Mens heeft gezegd dat dat problematisch is en dat onze wetgeving niet adequaat is. En hoe zit dat internationaal? Nou, in sommige landen staan vrouwenrechten nu flink onder druk, zegt Rumkes. Amerika is een heel duidelijk voorbeeld. Sommige staten hebben het recht op abortus teruggeschroefd. Kijk bijvoorbeeld naar Polen of Hongarije. Daar is ook het recht op abortus aan banden gelegd. Kijk naar Rusland. De strafbaarstelling van huiselijk geweld is drastisch teruggebracht. Oké, dus het zijn vaak dezelfde landen waar het wel goed geregeld lijkt te zijn. Klopt, maar dat is niet op ieder gebied zo, zegt Jurks. Zelfs in landen waar wij relatief denken van, nou, daar is het toch beter. In Zweden of in Denemarken of in IJsland. Dat ook zelfs daar nog altijd problemen zijn als het gaat om genderongelijkheid. We hebben het idee dat bijvoorbeeld de verdeling van zorgtaken veel gelijker is. En hoewel dat deels klopt, ook omdat de overheid bijvoorbeeld kinderopvang biedt van hoge kwaliteit, zien we wel dat tijdens de pandemie, toen dat wegviel, dat heel veel moeders zeiden van wacht even, nu is het ineens de verwachting dat ik veel meer doe dan mijn man. En toen viel die gendergelijkheid ineens een beetje weg. Oké, nou, conclusie, heeft de regisseur Paola gelijk met haar uitspraak? Ja, volgens Paola Cortellesi zijn vrouwenrechten nergens definitief verworven, zei ze dus in NRC. Juridisch liggen die rechten vast, maar in de praktijk worden ze nog wel eens geschonden, zelfs in landen waar veel dingen goed geregeld zijn. Dus de uitspraak is helaas een feit. Dankjewel. Lammert, gaan we naar de situatie.